Het programmeren van een KMEI Top 432 EE handzender gaat als volgt. Je hebt daarvoor nodig een nieuwe handzender en een reeds geprogrammeerde handzender. Het signaal van de geprogrammeerde handzender gaan we nu overbrengen naar de nieuwe handzender. Dat doen we door de nieuwe handzender eerst in een programmeermodus te zetten. En dat werkt als volgt. Druk beide knoppen in en blijf ze vasthouden. Je ziet dat de led eerst langzaam gaat knipperen en vervolgens snel. Op het moment dat ze snel knipperen, kun je de knoppen loslaten. Nu geven we aan dat we willen gaan programmeren onder knop 1, dus we drukken één keer op de linkerknop en het ledje gaat branden. Binnen 10 seconden moet je de oude bestaande handzender er tegenaan houden en het signaal zo overbrengen totdat het lampje op de nieuwe handzender uitgaat. Dan is het signaal van de oude handzender overgezet naar de nieuwe handzender en is die gereed voor gebruik.